Jij bent de survivor. Jij mag het. Ik denk dat we dit moeten gebruiken. Ja. Om hier iets te ontsteken. We hebben al een klein beetje gevaren, zoals je kan zien. Klein beetje maar. Maar dit is dus een verrassing! Yo, leuk dat je kijkt naar KookTV. Mijn naam is Romy. Ik ben Suzie. En wij zijn Kook Frits Chicks. Het is vakantie. Yay! En misschien ga jij wel op vakantie. Ja, en wat doe je dan liever? Ga je dan liever een superluxe hotel in waar alles voor je gefixt is? Of ga je de wildernis in? Super luxe hotel. Ja? Maar wie gaan we verrassen? Nou, de eerste is Charlotte. Ze is 19 jaar oud. Ze is super avontuurlijk, sportief en ze houdt van zeilen. En ze gaat volgend jaar beginnen aan haar sportopleiding, de ALO. De tweede is Berend. Berend is 18 jaar, woont in Bennebroek en begint na de zomer aan zijn derde jaar op de hotelschool. Houdt van gamen, sporten en is ook niet vies van een feestje. Maar nu eerst spin de bottle! Nog een op in de bottle! Naar Charlotte! Spin de bottle! Spin, spin! De... Ja! Doei Romy! Hoi, ik ben vandaag in Zeist en ik ga hier Charlotte verrassen. Als ik denk aan back to basic, dan denk ik natuurlijk aan backpacken! Maar ik mis nog iets, namelijk vervoer. Charlotte's moeder komt zo meteen hier langs rijden, ze weet zelf nog van niks. En ik ga haar verrassen. Kom maar mee! Ik ben aan het liften, ik ben aan het liften. Wil iemand me meenemen? Jij moet hier zijn. Oké, okay, dankjewel. Gaan jullie toevallig naar de bisbos? Ik moet daarheen. Nou. En stiekem heb ik een verrassing. Je moeder zit namelijk in het complot. Hoi, ik ben Romy van de Kook Frits Chicks. En ik wil je vandaag verrassen. Wil je met me mee? Ja, is goed. Ja? Dat lijkt me superleuk. Kom uit de auto. Okay. Nou, dat was een grote verrassing. Ja. Ik ga je nog even niet vertellen wat we gaan doen. Okay. Maar je mag met me mee en we gaan dus naar de biesbos. Oké. Yay! Ze wil mee! Ja! Ik mag vandaag de luxe vakantie doen. Zoals je kan zien zit ik al in mijn waggy. En ik ga hiermee zo meteen Berend verrassen. Berend zit op de hotelschool waar je natuurlijk leert om een ultieme gastheer te zijn. En we draaien vandaag even de rollen om. En hij krijgt van mij de ultieme luxe ervaring. Ik heb mijn pakje al aan en ik ga hiermee Berend verrassen. Ik ben Suzanne van de Kook Frits Chicks en ik ben vandaag je butler. Spannend. Jij zit op de hotelschool, toch? Yes. En ik dacht, misschien is het leuk om jou vandaag een soort van ultieme luxe ervaring te geven. Heb je er zin in? Ik wel. Wil je met me mee dan? Ja, pak mijn jas. Nou, komt u maar mee. Zoals u kan zien heb ik mijn outfitje al meegenomen. Oh, luxe. Luxe? Dankjewel. Ben ik toch goed als butler, hè? Oké, we zijn aangekomen in de middle of nowhere. Leuk. Ja, vind je dat niet nog leuk? Ik vind het leuk, ja. Nice, nice. Maar ik heb je natuurlijk niet voor niks uitgenodigd, want ik heb gehoord dat jij een echte avonturier bent. Een enorme avonturier. Ja? Ja, zeker. Wat heb je allemaal gedaan? Ben je op reis geweest? Ik ben op verschillende reisjes geweest naar Engeland, Schotland, Waddeneilanden. Wat heb je daar dan gedaan? Ik ben er anderhalve week ben ik daar rondgetrokken met het tentje en hoppend over verschillende eilanden heen. Wat vet. Ja. Dit is wel echt een backpack lifestyle. Een enorme backpack. Cool. Ja. Ik heb nog iemand uitgenodigd die me kan helpen. En dat is Jeroen en die staat daar. Dus laten we daar even heen gaan. Ja, is goed. Cool. Hallo. Hoi. Hoi. Romy. Hey. Jeroen. Hallo. Hoi. Jeroen. Charlotte. Hoi Charlotte. Ik ben vandaag voor jullie de survival expert. Dus ik ga jullie meenemen in een challenge. Cool. Wat gaan we doen? Jullie gaan zo meteen met de kajak zo snel mogelijk oversteken, aan de overkant vuur maken, daarna een tent opzetten en dat allemaal in 20 minuten tijd. Cool. Nou, we staan hier in de haven van Muiden en hier gaat jouw verrassing plaatsvinden. Maar voordat dat gaat gebeuren, wil ik jij natuurlijk even iets beter leren kennen. En ik heb een klein luxe bootje gefixt, hè? Dus kom je even mee? Is goed. Marcel, wat vind je van mijn bootje? Ja, het is echt wel iets groter dan ik had gedacht. Dat is wel fijn, hè? Een luxe vakantie of juist back to basic. Wat zou jij dan kiezen? Dan ga ik toch wel voor een luxe vakantie. Ja? Ja. En wat versta je dan onder luxe?
Nou, ik denk gewoon het liefst gewoon zo lang mogelijk in een vliegtuig zitten en gewoon zo'n wit bounty-eiland en dan gewoon een palmboom en alles. Dat je gewoon, nou, dat je nergens druk hoeft te maken. Dat weet je sowieso toch, van Back to Basic? Huh? Ik zou zeggen, hashtag Team Suus. Verderop staat een ripboot klaar. En dan gaan we ons verplaatsen en supersnel over het water chasen. Heb je er zin in? Ja. Laten we gaan, zou ik zeggen, toch? Allemaal, zijn jullie er klaar voor? Zeker weten. 3, 2, 1, go! Team Rami for the win! Yay, we made it! We made it. Kom aan de kant. Dankjewel. En dan... Jij bent de survivor, jij mag het... Ik denk dat we dit moeten gebruiken. Ja. Om hier iets te ontsteken. Durf jij? Ja, ik durf het. Oké. Stop, wacht. Oh. We moeten natuurlijk dit water laten koken. Daarvoor hebben we eerst takjes nodig. Als we nu dit aansteken, dan zijn we het kwijt en dan kunnen we geen vuur meer maken. Team Rami for the win! Nou, we zijn op de boot en ik zou zeggen, let's go, toch? Klein beetje maar. Maar dit is dus je verrassing! Takken, 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 we zijn op zoek naar takken en we hebben haast. Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat goed brandt, ik denk dit. Oké, laten we anders deze kleine takjes gewoon meenemen, ja, die breken. En dan, oké, snel! Oké, laten we die takjes even breken. Heb je ooit in je leven vuur gemaakt? Ja. Echt? Maar niet op zo'n manier. Cool, ik nog een. Oh, wow! Vuur! Maar we moeten natuurlijk water koken, dus laten we even een beetje water hierin doen. Oké, je bent wel de master van vuur vanaf nu. Dit is heel goed gegaan. Ja. Ah, yes! Oké, het kookt! Ja. Nice! Oké, volgende stap. Tent. Nou, de verrassing zit erop. Wat vond je ervan? Ja, super vet. Ja? Ja, kicken. Nou, als wij er niet winnen van Rome, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk het ook niet. Nee. Ik ga even checken hoe het met haar gaat. En heel veel succes nog met je opleiding. Dankjewel. Doei, doei! Oké, we hebben nog 5 minuten. Dat is best wel kort. Of moet hij daar, start hij daar? Bij mij niet. Oh, dan moet hij daar bij dat, bij duim. Heel chill. Oké, nou, we zijn klaar. Kijk eens op. En dames, gelukt? Ja, het is gelukt. Hij staat. Yes. Netjes. Zeker. High five. Thanks. High five. Hoe vond je het kajakken? Leuk. Ja? Ik vond het best wel lastig. En het vuurmaak heb je ook echt goed gedaan. Oh, dankjewel. Goed in het wilde niet. Proud of you. Maar de grote vraag is natuurlijk, hebben we het gehaald? It's a go. Yay! Kijk. Cool, dankjewel. En vond je het leuk vandaag? Ik vond het heel leuk. Heb je een goede wildernis ervaring gehad? Zeker weten. Inspiratie voor je nieuwe reizen? Ja. Ja? Ja. Nice, ik vond het heel leuk dat je er was. Mega bedankt. Ik ook. High five. Ga je kijken naar Suus. Oh my god, Rami! Hallo! Ja, leuk en jou? Ook leuk, ik heb een gesurvived, jij? Ik heb een super luxe mega vakantie gehad. Cool, vond jij deze video nou ook zo leuk? Doe even een duimpje omhoog en laat natuurlijk in de reactie weten wie er heeft gewonnen. Hashtag Team Romy of hashtag Team Suus. En dan zien we je de volgende keer gewoon weer op GoTV. En abonneren, doei! Bye.